Vandaag in de oude school in Broekum, zijn atelier, een gesprek met Dion Scheijen. En waar dat gesprek over zal gaan, ik denk over natuurkunde, ik denk over horen, ik denk over tinnitus, wat dat dan ook is, over allerhande zaken die voor hem en voor ons misschien belangrijk kunnen zijn. Hopelijk. Dion, goedemorgen. Goedemorgen. We hebben tegen elkaar gezegd, we spreken elkaar met de voornaam aan. Ja. Dat zullen we dan ook doen. Ja, we kennen al wat langer en het lijkt me prettig om het gewoon met de voornaam te doen. Ja. Een echte Valkenburger zit naast me. Hij is geboren in Valkenburg. Ja, schin op geul. Nou, dat was er toen gemeente al. Valkenburg. Gemeente Valkenburg. Hij is er op school gegaan. Ja. Hij heeft niet gestudeerd in Valkenburg. Daarvoor is hij buiten de grenzen gegaan. Maar hij is er wel weer teruggekomen en werkzaam in de gemeente Valkenburg. Dus je kunt wel zeggen een echte Valkenburger. Dat wel, ja. Dion, wat heb je na je lagere schoolopleiding allemaal gedaan aan de buitengrenzen? Ik ben na de middelbare school gaan studeren in Aken, technische natuurkunde, aan de RWTH, mooie stad, mooie universiteit. Een hele bijzonder leuke tijd daar gehad. Ja. Wat mij interesseert, dat is natuurlijk, op wat ben je daar afgestudeerd? Eigenlijk natuurkunde. En op de basisschool was natuurkunde gewoon al mijn lievelingsvak. Sowieso bijzondere interesse in onze wereld, in hoe dingen werken, in hoe van alles in elkaar zit. Alleen ik ging natuurkunde studeren met de gedachte van dat zal weer hetzelfde zijn als op de middelbare school. Alleen dat ging wel heel sterk naar de theoretische kant, dus de relativiteitstheorie van Einstein, Heisenberg, nog allemaal kwam voorbij. En toen dacht ik, ik vind wel dat ik weer iets wil gaan doen met ook een menselijk aspect. En aan de RWTH is het ook verplicht om tijdens een technische opleiding toch ook medisch nog iets te doen. Dus ik ben daar ook verplicht geworden om daarnaast nog aan de klinicum in Aken ook nog een ander vak erbij te hebben. En toen werd eigenlijk ook mijn bijzondere interesse gewekt in de techniek gekoppeld aan de mens. En daarna ben ik eigenlijk de klinisch fysicus opleiding gaan volgen. En dat zijn opleidingsplekken. Moeilijk woord dus, maar gewoon in gewoon Nederlands vertaald. Ja, je bent natuurkundige, maar je hebt dus inderdaad daar ook een ander aspect bijgenomen wat je op mensen kunt gebruiken. Ja, waarbij je de allertechnische elementen gaat toepassen. Uit de natuurkunde kun je toepassen op de mens. Ja, en in de zorg. En denk, die toepassing, wat is dat geworden? Je hebt verschillende mogelijkheden daarin. Je kunt natuurlijk ook daarin weer kiezen om volledig naar de techniek te gaan. En dan moet je denken aan radiotherapie, al die computerachtige opleidingen. Maar ik kwam erachter dat je klinisch fysicus audioloog hebt. En daar moet je denken aan het feit dat iemand zich specialiseert in alles wat met gehoor te maken heeft. En vervolgens dan gaat kijken, als iemand een gehoorprobleem heeft, hoe kunnen we dan iemand daar het beste in gaan helpen? En dat kan ook weer van techniek naar op het moment dat het technisch of medisch niet meer op te lossen is, hoe ga je dan de handvatten aanreiken om iemand met een gehoorprobleem of, waar we het misschien nog over kunnen gaan hebben, oorsuizen, wat je ook vaak niet meteen kunt weghalen, maar wel mensen handvatten kunt gaan geven hoe ze daar beter mee om kunnen gaan. Nou, dat is heel wat, hè? Ja. Je hebt je dus gespecialiseerd op het horen, op het oor. Ja. Nou viel mij op eigenlijk dat je werkt momenteel bij Adelante. Ja. Het horen wordt eigenlijk door ons allemaal
of het niet horen of het slecht horen, wordt door ons eigenlijk het meeste in verband gebracht met ouderdom. Ja. En jij werkt bij jongeren, bij kinderen in Adelante, werk je met hoorproblemen. Ja. Hoe moet ik dat duiden? Hoe zit dat? Ja, het is eigenlijk vaak zo, hè, dat als je kijkt, wij kunnen nu dit gesprek gewoon hebben. En we hebben oren nodig om dit gesprek te kunnen hebben. En de luisteraar moet nu ook, of de kijker, die moet nu ook, zou ik maar zeggen, zijn gehoor gebruiken om dit gesprek te kunnen volgen. En dat lijkt vaak zo vanzelfsprekend, maar dat is het niet. En ouderdom slechthorendheid, of beter gezegd leeftijdsgerelateerde slechthorendheid noem ik het maar, beter gezegd. Dat is eigenlijk een gegeven wat gewoon bij ons ontwikkeling hoort. Maar er zijn ook kinderen die worden of slechthorend geboren, zelfs doof geboren. En daar hebben we nu vandaag de dag de mogelijkheid om, als een kindje doof geboren wordt, om met cochlearimplantaten, en dan moet je echt denken aan een apparaatje wat in het slakkenhuis wordt geïmplanteerd, om dan een doof iemand weer horend te kunnen maken. Zo. Ja. Is dat een hele nieuwe ontwikkeling of is dat een langdurige ontwikkeling al? Toen ik mijn opleiding begon in 1998, toen was dat zeker al mogelijk. Alleen toen ik in Maastricht mijn opleiding deed aan het academisch ziekenhuis, toen kwamen ook de cochlearimplantaten, waren toen nog groter. En in het begin hadden mensen ook echt kastjes om. In de loop van de tijd, en die ontwikkeling gaat echt heel snel, is ook dat cochlearimplantaat al bijna gewoon een hoortoestelletje geworden, waarbij wel nog een spoeltje nodig is om de verbinding te maken met het implantaat wat hem in het hoofd zit. Maar er is wel duidelijk een groot verschil tussen een hoorapparaat en een implantaat. Ja, de techniek erachter is volledig verschillend. Bij een hoortoestel ga je eigenlijk gebruik maken van wat er al is, wat er nog is. En dan gaat het gewoon het geluid versterken, akoestisch, wat van buiten komt. Dus dat is eigenlijk gewoon een versterker. Maar een cochlearimplantaat, dan moet je denken aan een apparaat wat in het slakkenhuis zit. En die dan eigenlijk via een spoeltje eerst nog elektrisch moet worden omgezet. Dus en dat werkt bij iedereen? Ik bedoel, want ik... Ja, een hele goede vraag, ja. Ik zou me zo kunnen bedenken, als je veel of weinig hersens hebt, en om zomaar eens over te praten, dat daar ook verschillen in zouden kunnen zitten. Nou, het is ontzettend belangrijk. Je hebt het slakkenhuis en daarna heb je die zenuwbanen naar het brein toe lopen. Het is wel belangrijk dat zenuwsysteem nog werkt. En daarom is het ook heel belangrijk om bij jonge kinderen heel snel te ontdekken of dat in dat slakkenhuis doof is. Want als je te lang wacht, dan gaat iets wat we niet gebruiken in ons brein, dat gaat langzaam uitdoven. Dus bijvoorbeeld toen die cochlearimplantaten naar boven kwamen, of de techniek mogelijk werd, mensen die al doof waren en die al volwassen waren, dan kon je heel moeilijk dan nog dat systeem prikkelen en dan was een cochlearimplantaat nog niet meer mogelijk. Werk je in dit verband ook samen met universiteiten, andere in Nederland, met ziekenhuizen, met ik neem aan Maastricht, Eindhoven, Utrecht, Amsterdam, om een paar centra te noemen. Ja. Nou, wij zijn een audiologisch centrum wat vooral klinisch werk doet. Dus wij zitten vooral in dat stukje behandeling, mensen helpen. En je hebt de academische centra waar onderzoek wordt gedaan, gekoppeld aan zorg. En daar hebben we gewoon in Nederland een heel netwerk van allerlei collega's en vandaag de dag mogelijk met mailinglisten en wat dan ook. Dat als we een probleem hebben, dat we het heel snel met collega's kunnen overleggen en daar zijn hele korte lijntjes over. Ik zag nog niet zo lang geleden kwam er een woord voorbij zo bij mij waar jij ook iets mee te maken had, tinnitus. Ja. Wil je dat eens uitleggen aan de kijker? Dat inhoudt. Ja. En ik heb begrepen dat iets is wat je op latere leeftijd als een ziekte kunt krijgen. Of zeg ik dat verkeerd? Ja, want het is niet echt een ziekte. Het klinkt als tinnitus dat er een ontsteking zou zijn. Itus, dan koppelen mensen dat vaak aan iets wat niet goed is. Maar het is eigenlijk een fenomeen wat heel normaal is om in ons systeem te kunnen horen. Er zijn heel wat mensen die hebben een ruis, een pieptoon, die horen dat de hele dag en hebben daar geen last van. En er is een groep mensen die op een bepaald moment dat geluid niet fijn vinden, het weg willen hebben
En dan gaat het een klacht kunnen zijn. Hoe komen ze aan dat geluid? Ik heb dat niet, zover als ik bedenk. Ja, nee, maar dat kan duizenden oorzaken hebben, waardoor zo'n geluid in het systeem te horen is geworden. Het is altijd goed om ook eerst uit te zoeken welke oorzaak is bij een persoon geweest. Want misschien kunnen we er ook mechanisch nog iets aan doen. Ik bedoel, de eenvoudigste manier dat iemand een tinnitus kan hebben is dat er een oorprop zit, hè, oorsmeer in je gehoorgang. Daardoor hoor je minder van buiten, waardoor je makkelijker een tinnitus kunt gaan waarnemen. En het verwijderen van die oorprop kan bij sommige mensen al de oplossing zijn. Dus dat is gewoon een simpele zaak om dat regelmatig te laten controleren. Nou, om op zijn minst, als iemand daar last van gaat hebben, om via de huisarts met de huisarts erover te spreken. Of het beste om dan even naar een KNO-arts te gaan. En die kan dat allemaal eerst uitzoeken. Kijken of er medisch iets op te lossen is. En soms is dat ook zo. Dus dan zijn dat de makkelijkste manieren om dat op te lossen. En als dat allemaal gebeurd is en iemand blijft dan nog last houden, dan gaan we vervolgstappen moeten nemen om iemand, zou ik maar zeggen, die handvatten aan te reiken. Hoe kunnen we datgene wat dan weer gebeurd is, hoe kunnen we dat weer, zou ik maar zeggen, gaan doorbreken? Want je gaat, ik denk dat je dan ook moet gaan kijken naar de oorzaak van het geheel. Hè? En die oorzaak, je hoort tegenwoordig met koptelefoons op en ga zo maar door de jeugd. Ja. En hele harde muziek en dergelijke. Heeft dat ook iets mee te maken? Kan. Dat zit bij die duizenden oorzaken waardoor iemand tinnitus klachten kan krijgen. Het mechanisme achter waardoor het een klacht wordt, dat zit vooral in ons brein. En niet dat er iets fout zit in dat brein, maar er zijn allerlei factoren die het als het ware zover kunnen maken dat iemand daar last van gaat hebben. Ik weet niet of het jou nu opvalt in dit gesprek, maar we hebben, vanwege dat we hier zitten in een ruimte waar de verwarming het niet meer doet, heb ik van die elektrische blazers. Ik weet niet of je hem nu, misschien ook de kijker, dat hij hem nu op de achtergrond de hele tijd aanhoort staan. Die ruis die we nu de hele tijd horen, valt tot nu toe misschien niet op, maar nu ik hem als even benoemd heb, nu is hij er. Ja, heb je gelijk. Dat zit ook in ons systeem. We hebben daar eigenlijk ook een soort van basisactiviteit. En die is mogelijk op bepaalde momenten te kunnen gaan horen. Bijvoorbeeld als ik iemand in een akoestisch dode kamer zet, hè, dus waar geen enkel geluid in die ruimte aanwezig is. Ik weet niet, voor onderzoeksruimte zien we ook wel eens van die, misschien bij TV Valkenburg hebben ze dat ook, denk ik, van die akoestische ruimte waar bepaalde materialen aan de muren zitten. Ja, en als je daar naar binnen gaat, voel je zo dat net alsof het zo helemaal stil wordt. Mm-hmm. Als je daar heel lang in gaat zitten, dan krijg je op een gegeven moment de kans om je eigen tinnitus te kunnen horen. En dan is er nog niks aan de hand. Maar op het moment dat je dan daar zorgen over gaat maken, dat je denkt, wow, wat is dit? Daar gaat het systeem, zou ik maar zeggen, net als die ruis die ik nu op de achtergrond zit. Als we nu die ruis niet zouden weten waar die vandaan zou komen, dan zouden we nu gaan zoeken, waar komt die ruis hier nu vandaan? Dus dat mechanisme, dat zit allemaal bij tinnitus. Bij alles wat je nu verteld hebt, ja. Heb je ook nog ergens iets met kunst te maken? En je zou het niet verwachten, maar hoe ben je in de kunst terechtgekomen en hoe kun je dat combineren met horen? Ja, mooi. Nou, ik ben in 1999 begonnen met één kunstwerk waar ik dacht van, nou, ik wil gewoon een groot kunstwerk in mijn woonkamer. Toen ben ik gewoon wat gaan experimenteren. Toen kwamen vrienden, kennissen en die zeiden, hey, kun je me niet ook iets maken? Dus zo is dat langzaam gaan groeien. Maar ik ben later wel mijn kunst gaan gebruiken om mijn balans in mijn leven te zoeken. Jouw leven? Ja, want in mijn werk met tinnituspatiënten kom ik er ook achter dat de balans in het leven zoeken is ook weer heel belangrijk, net bij die klacht. Dus ik zit vaak met mensen te spreken en dan denk ik, hey, tegen wie heb ik het nu? En dan moet ik het ook tegen mezelf hebben. Dus ontzettend belangrijk om de stress, de spanningen die in ons leven zitten, om die ook te combineren met rust vinden en ontspanning. En rust en ontspanning hoeft niet te betekenen, ik ga lekker op een stoeltje zitten. Nee, dat kan ook actief bezig zijn. En voor mij is de kunst is een stukje waar ik volledig mee kan gaan en lekker met die verf aan de gang kan. Dus dat is als het ware de achtergrond waardoor ik langzaam in dat kunstenaarschap ben gegroeid.
Maar op een gegeven moment ging ik zoveel verkopen dat ik toch dat allemaal netjes wilde hebben. Dus toen ben ik Kamer Verkoophandel Ondernemerschap begonnen. Bij Atelier. Exact. En toen ging ik galerijen me serieus nemen. Wat wil je uitdrukken in die kunst? Ja. Ik bedoel, in verband met je hoorproblematiek, niet jij zelf, maar je patiënten. Ja, nou in eerste instantie wat ik net vertelde, die balans, dat zit ook in die kunst. En ik maak niet altijd een figuur, maar ik werk met kleuren. Letterlijk kleur geven aan iemands leven. Dat allemaal zit er een beetje achter. Maar waar ik later naartoe ben gegaan, is dat ik bij een audiologisch centrum in Eindhoven kwam en die hadden hele mooie akoestische panelen ophangen in hun audiocabines. En dat waren gewoon witte doeken. Maar toen dacht ik, wow, dat kan ik gaan gebruiken als mijn doek voor een schilderij. En toen ben ik gaan werken met akoestisch absorberende panelen. Dus dit zijn doeken die lucht... Moeilijk woord. Akoestisch absorberende doeken. Ja. Hoe zeg je dat in het Nederlands? Dat zijn doeken die dus geluid... In zich opnemen. Ja, de doeken zelf zo niet. Zien? Ja. Hierachter zit wol. En dat wol, dat zijn eigenlijk allemaal kleine kanaaltjes. En als ik nu praat, breng ik hier trillingen voort. En die trillingen die komen dus door dat doek hier, want dat moet ook niet te veel met verf bedekt worden. Zie je nog al die kleine gaatjes in. Dan gaat de geluidstrilling hier doorheen, valt in dat wol. En daar gaat hij als het ware niet meer terugkomen. Dus daar zit geen reflectie, geen echo. En wat heeft dat voor te maken met het hoorprobleem? Nou, dat in de huidige tijd hebben we vaak moderne interieurs met gladde wanden, gladde vlakke materialen, waar het geluid tegen weerkaatst en dat gaat een hele slechte akoestiek geven. En als je dan gezellig thuis met 6 mensen kletsen bent, gaan al die geluiden allemaal weer terugkomen. En dat geeft vaak een heel slecht, ja, wij noemen dat spraakverstaan. Dus dan krijg je dat je meer moet inspannen om alles goed mee te krijgen. En als iemand al wat ouder is, heeft hij een licht hoog toonoverlies. En dat is net moeilijk om dan in een moeilijke luistersituatie dat nog goed te kunnen filteren. Nou, dankjewel. Ik bedoel, ik krijg gratis hier van jou een... krijg ik een uitspraak over datgene waar ik ook wel eens last van heb. Ja. In een groot gezelschap. Ja. Ja. Dat je zegt van, hoe kan ik alle zaken nog op een rijtje krijgen? Ja, exact. En dat zit daarin. En dan kun je dus met ook verbetering van de akoestiek. Ik heb hier ook in deze hoek een tapijtje liggen, maar ook nog met akoestisch absorberende doeken. Dan creëer je dus dat daarmee, zou ik maar zeggen, die ruimte akoestisch, dus qua geluid, beter wordt om met elkaar een gesprek te kunnen. Dus met andere woorden, om een afsluiting te maken voor ons gesprek. Ja. Hè? Natuurkunde, het klinische daaraan en dat heeft geresulteerd in horen, hoorproblematiek. Daarbij is tinnitus ook genoemd. Ja. Daarna is kunst en cultuur gekomen, of laten we zeggen kunst. Ja. Het enige wat ik eigenlijk nog bij je mis, dat is architect. De inrichting van een huis naar de laatste mogelijkheden om dat te combineren met elkaar. Ideeën? Kijk, het is natuurlijk wel zo dat ik met mijn kunst probeer om het in een geheel te maken met de omgeving waar het in terecht komt. En daar ben ik wel aan het zoeken naar binnenhuisarchitecten die daarin natuurlijk ook weer hun vak kunnen uitoefenen. Maar als je dan nog met kleur en met een functioneel kunstwerk in die ruimte alles in harmonie kunt brengen, dat zou fantastisch zijn. Ja. Dankjewel. Dank ook. Voor het gesprek en voor alles wat je ons weer eens geleerd hebt op het gebied van horen. Dat was ook de bedoeling. Dankjewel. Dank. Ja.